Goedemiddag, welkom bij de eerste aflevering van het zesde seizoen van Ondernemers Lounge. Op zondag op RTL 7 en door de week meerdere keren op RTL Z. Mijn naam is Maurice Vollebrecht, ondernemer en presentator van dit zakelijk tv-programma over ondernemerschap, investeren en genieten van het leven. Mijn collega Laurien Verstraat is er dit seizoen niet bij, want zij is begin januari bevallen van een gezonde zoon die de naam Freek heeft gekregen. Langs deze weg feliciteer ik jou, Laurien, en je partner Olivier nogmaals hartelijk met de geboorte van jullie eerste kind. Goed, we gaan over tot de orde van de dag. We zijn neergestreken in Grand Hotel Krasnapolski, het befaamde 5-sterrenhotel aan de Dam in Amsterdam. Het hotel heeft meer dan 450 kamers, een congrescentrum, diverse restaurants en een handige aanlegstijger voor boten. En wij zitten om precies te zijn in Bar de Taylor, waarvan de naam verwijst naar het oorspronkelijk beroep van de oprichter en naamgever van het hotel. Kleermaker dus. Mijn Amsterdamse hoofdgasten zijn, hoe kan het ook anders? Mijn goede vriend en rasondernemer Hemmy Kerkling, daar zit hij, ook in 2022 is hij erbij. En daarnaast zit Ron Flens van de Charles Company. Hij organiseerde onder meer een bijzondere expositie onder de naam De Duvel is Oud. Daarover straks ongetwijfeld meer. Wie denkt dat dit alles is wat er vandaag op het programma staat, die heeft het mooi mis. Zo is er straks een verrassend muzikaal intermezzo bij Bolpiano's en Vleugels in Veenendaal. En ik spreek hier in de zogeheten Champagne Room met Rick van Zelst van Aandelen onder een Tientje. En met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen hebben we dit seizoen iedere week een politicus in ons midden. Die zichzelf aan het einde van de aflevering kort presenteert en over wie op donderdag en op zaterdag een uitgebreide special uitgezonden zal worden op RTL Z. En deze week gaat het zelfs om de oudste actieve politicus van Nederland. Dat is de 85-jarige Wil van Soest van de Partij van de Ouderen. Ik zit er klaar voor, ik hoop u thuis ook. Het komende uur kijkt u natuurlijk naar Ondernemers Lounge To Go. Goed, dan gaan we echt beginnen. En ondernemerslounge zou ondernemerslounge niet zijn als daar dan ook niet een mooi glas wijn bij zou komen. En dat is in dit geval weer van wijnkoperij Vigno, want daar is Rob Berkers. Nou, dan pak ik dat glas maar eens bij. En Rob, ja, je bent natuurlijk niet alleen de wijnkenner, maar ook de man met de allermooiste schoenen altijd. Dank je wel. Dat compliment dat wil ik je toch zeker nog geven. Ja, vertel, wat gaan we drinken? Ja, ik heb voor jullie vandaag twee mooie witte wijnen meegenomen uit Lombardije. De Lugana, een van de meest gedronken witte wijnen uit Italië. Van de Trebbiano druivensoort. Mooie, lichte, frisse wijn. En in een andere uitzending gaan we nog een hele mooie variant op deze druif proeven. Dus een wat meer houtgerijpte variant en een wat krachtigere variant die we zullen gaan ontdekken. Heerlijk. Nou, dankjewel. We gaan hier nog uitgebreider met elkaar over praten. Inderdaad, zoals jij ook al zegt, in de politieke special die later deze week op RTL Z uitgezonden wordt. Want die nemen wij hierna op.